Oké, dat was het voorlaatste pakje Evolving Skies. Dat betekent dat we nog maar eentje over hebben. En daarna is heel de booster gelegd. We hebben zieke shit gepakt. Maar jullie laten de moed niet zakken. Er zitten evenveel kansen in het laatste pakje als in de andere. Het is een Umbreon pack. Daarna is de booster helemaal leeg. Final pack, look man. Come on. Give us something good. It's pretty good. Give it a quick... Oh! Wajo! Ik ruik iets. Laatste pakje van vandaag. Get this shit, man. Let's get this shit. We hebben code card for the people at home. Upside down. Oké. 1, 2, 3. Get rid of the energy. Laatste pakje. Laatste pakje. Hier kan hij zitten, joh. Laatste kaart. You never fucking know. Get it. Let's get it. We hebben Ursaring. Look that. Dat is mijn favoriete Pokémon, by the way. Hippopotas. Psyduck. Lombre. Drowsy, fucking nice card. We hebben Rufflet. Zorua. We hebben Skiploom. Als de reverse, de rapid strike. En de laatste kaart van deze set. If you don't know about Deco, buy now Rubwack, check out the... Holy shit! No way. No fucking way. Shit man, what the fuck, what... In de laatste pack, hoe de fuck kan dit? Yeah. Why, yeah, yo? Yeah. No way. What the fuck? Don de Jong. Goud pakken met terroristische aanslagen. Mel special attack, Jultje. Je bent in Gio's een sausje aan het doppen. Holy shit. What the fuck? Yo. Het internet is aangevuld met mensen die een supercool en stoer voelen. En dat kan door het internet. Door het internet kan je gedragen als de grootste biggie man. Doen alsof je geen ene fuck heeft en alsof je een hele stoere guy bent. Als je gewoon een grote following hebt en veel views, dan kan je overkomen zoals je wilt. Terwijl je eigenlijk de allergrootste pussy bent in het echt. Maar dat maakt helemaal niks uit. Mensen kijken naar hun scherm en geloven wat ze willen geloven. Het is wetenschappelijk bewijzen dat als je in een korte tijd heel veel fame en geld opwerkt, dan kan het wel eens heel makkelijk naar je kop stijgen. En ervoor zorgen dat je denkt dat je veel beter bent dan alle andere mensen. En dan maak je video's als wij vloggen precies op 9-11. Heel apart gevoel. Waar je een raar gezicht maakt bij je vliegtuig. Met een foto dat je echt gewoon daar genomen hebt. Bij het vliegtuig. Met je hoofd van... dit wordt de thumbnail. Wij vloggen op 9-11. Maar dat is zo'n hoofd die handen wij maakt op al zijn thumbnails. Jee. Sommige dingen clickbait je beter gewoon niet. Ik heb... nieuws gekregen waar ik niet zo blij mee ben. Elke week 1000 keer niet eens de thumbnail gebruikt. En dan zo gewoon vlog 1044 zet. Waar je ook gewoon goede views mee kan pakken. Wij vloggen precies op 9-11. Heel apart gevoel. Het is op de een of andere manier gewoon een rare disrespect. Een hele rare manier om views te pakken. Ik zag mijn goeie mattie eerste hoefnagels ook tweeten van... Op dit soort dagen schaam ik mij om een YouTuber te zijn. Ja... Ik ook, man. Dit is raar. Dit hoeft niet. Dit moet helemaal niet. Ik snap serieus niet wat je hiermee probeert te doen. Dit is op de een of andere manier domme fucking attentie naar jezelf krijgen. Maar domme shit. Exact hetzelfde als wat Gio aan het doen is. Zichzelf zo exposen met die vieze DM's. Dat hij stuurde naar zijn chick toen hij 14 was. Wat zijn jullie aan het doen? Like, hebben jullie koorts of zo? Is er iets in jullie hoofd dat je denkt van... Oh, ik kan doen wat de fuck dat ik wil. Is dat wat gebeurt als je veel fame en geld krijgt op een korte tijd? Want deze shit, het is niet cool. Het is niet funny. Gewoon raar. Het is echt heel fucking raar, man. In deze video, die praat hij er een paar keer over. Het is 9-11. Hopelijk crashen we niet in de Twin Towers, man. Er werd heel duidelijk omgeroepen dat je niet mag filmen in de cabine. Dus daarom ging ik even hier naar de wc. We vliegen op 9-11. Het is vandaag 11 september. Kijk. Zaterdag 11 september. Hé, hey, ik ga even recht staan in het vliegtuig tegen je matties. Yo, ik ga even naar de wc filmen. Dat we aan het vliegen zijn op 9-11. Ik zet het ook in de titel en ik heb de foto al genomen van de thumbnail. Het moet daar even gezet worden, maar dit is no, no, no. Hey, het moet natuurlijk nog een paar keer geadresseerd worden. Hey, 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 weet jij dat wij op 9-11 hebben gevlogen? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
hebben gevlogen op 9-11. En het is goed gegaan. Ik weet wat jullie allemaal denken. Weet ze überhaupt wat 9-11 is? Kijk, dat denk ik wel. Het lijkt inderdaad alsof ze helemaal niet weet wat 9-11 is. Maar dan komt hij met de... Hey, 9-11! En het is goed gegaan. En dan steekt ze een vuistje uit. Zo van, yeah! Yeah, check dit. We hebben gevlogen op 9-11. En het is goed gegaan. Hey! Wij zijn niet doodgegaan. Wij zijn niet omgekomen in deze terroristische aanslag. Wij zijn niet zoals 3000 anderen gewoon uit fucking gebouw geketst door een passagiersvliegtuig. We survived that shit. Want het is 20 jaar geleden. Wie weet, misschien krijg... Ik ben naar een Ariana Grande concert geweest. En ik ben niet ontploft, man. Yeah, get it. Nice, het is funny. We hebben gevlogen op 9-11. En het is goed gegaan. Plus, voordat ik aan deze video begon, ik wist helemaal niet dat hij samen was met Jultje. Dit is dus de ex van Gio. Ik dacht serieus, in het begin toen ze overeenkwamen of zo, of met elkaar dingen aan het doen waren, dat dit de grap was. Ze waren toevallig elkaar tegengekomen op reis en ik dacht van, hey, leuke thumbnail om even views te pakken. Nee, ze zijn samen. Ja, Jultje heeft dus duidelijk wel het type. Ze valt op vloggers. Ik val op jongens met bruin haar, ik val op vloggers. Hij is nu dus samen met de ex van Gio, a.k.a. Het stond ook op de Pokémon-kaart. Hij is in Gio's sausje aan het doppen. Misschien is het daarom dat hij helemaal naar zijn kop gaat stijgen. Het is simpel uit te laten. Gio's sausje. Elke keer als je... Gio's sausje. Gio's sausje. Er is altijd veel te veel kaas. Er zijn veel te weinig stokjes voor de hoeveelheid kaas die in het bakje zit. Dus wat moet je dan doen? Inderdaad, je tong gebruiken. En zelf dan? Zie of sausje? Nou ja, ook als je lekt. Hè? Zie of sausje? Yeah! Ik was serieus te denken en ik ben het eigenlijk vrijwel zeker dat vloggen gewoon fokt met je brein. En een of andere rare stof je vrijmaakt erin, waardoor je denkt dat je alles kan doen. En ik zei exact hetzelfde ook bij Gio. Als je zo doet wat hij doet in Amerika, dan is het gedaan. Like, it's done. Je kan niet zo naar buiten komen van, hey, check deze rare berichten die ik heb gestuurd aan mijn 13-jarige chick. En dan heb je ook deze shit. Hey, ik heb gevlogen op 9-11. En het is goed gegaan. Super raar gevoel, wauw. Maar hier kan dat op de een of andere manier wel. Omdat niemand een fok geeft. Bij deze video, de comments hieronder. Het is alsof dat ze kijkers niet eens weten waarover dat gaat. Don, ik zou echt blij wezen met een mooie meid zoals Jules. Door voorzichtig mee. Zo'n kans glip je niet altijd. Het is echt niet normaal hoe vaak Don de laatste tijd op vakantie is geweest. Weer een vlog die op tijd is. GG. Echt knap hoe je dat doet. Deze mensen, ze beseffen het helemaal niet. En het ding met YouTube filmpje is dan, je hebt echt twee, misschien zelfs drie keer de kans om het eruit te halen. Het is niet zoals in een livestream, dat als je iets verkeerd zegt, dat direct op heel het internet staat. Als je iets fout doet, dat direct iedereen het weet. Dit is een YouTube filmpje. Je hebt dit opgenomen, geëdit, je hebt dan de volledige video waarschijnlijk nog eens gecheckt en geüpload. En elke keer dacht je van, bij deze video moet er echt zo'n 9-11 thumbnail van, hey 9-11, ik ga iets crazy doen. Ik ga vliegen op 9-11. Wie durft die shit? We hebben gevlogen op 9-11. En het is goed gegaan. Dit is al fucked up. Dit is een hele fucked up manier om te clickbaiten. En het is heel raar. Je kijkers weten niet eens wat 9-11 is. They don't know shit. Ik krijg berichten van je kijkers gisteren. Die hangen als volgt. Hij verdient wel tamtoe veel geld. Dus waarom zou je haten? Hij heeft het gewoon gemaakt. Dus hij mag 9-11 gebruiken als lokaas om mensen naar zijn video te lokken. Hele rare fucking manier om dat te doen, man. Het is raar in zijn kop gestegen. Heel raar in zijn hoofd gestegen. En daarom zag ik het nog eens. These social networks and computers got these pussies walk around like they ain't losers. Op de een of andere manier is er een platform gekomen voor deze idioten. Ze hebben nu veel geld. En dan voelen ze een echte biggie man. Terwijl ze in het echt gewoon grote pussies zijn. Die elke lul zouden zuigen dat ze zien. En dat is geen probleem, man. You do whatever the fuck you like. Maar het zit zwaar in je kop, man. En dat toont deze video gewoon. En er is een bekende filosoof. Ik weet zijn naam niet. Ik denk dat Freud is. Not sure. Die zegt dat de geschiedenis zich altijd gaat blijven herhalen. In gelijk welk tijdperk. In gelijk welk land.
dat altijd dezelfde shit is die gaat gebeuren op een andere manier. Weet je nog dat Logan Paul zo die dooi heeft gefilmd in dat bos? Dat is omdat het raar in zijn kop zat. Deze video zit raar in je hoofd, man. Je ziet niet meer wat God is en je ziet niet meer wat disrespect is. En het kan je allemaal gaan zakken rekken of dat je mensen kwetst hiermee of niet. Op een bepaald moment ga je raar over de schrijf gaan. Toen zei je, pull it back, man. Want het is niet stoer of zo. Het is niet cool. Het is niet zo van, ik kan lachen met 9-11 en mijn titel zetten en I don't give a shit. Het toont gewoon aan dat je echt aan het zwijven bent. En dat iemand nodig is aan je fucking been moet trekken en je terug op de grond moet zetten. Man. Het is niet cool. Niet omdat je veel geld hebt dat je ineens untouchable bent. Dat je ineens alles kan doen wat je wil. Because you can't. Dit is dom. Dit is fucked up shit. En vertel terwijl ook even aan je mattie shite. Dat ik wel weet dat hij veel DM's naar mij heeft gestuurd. En dat hij al zijn berichten heeft gedelete. Ik weet niet waar hij stond. Maar hey. Guess dat iedereen in je fucking haroep je fucking pussy is, man. Dus hey. Bedankt om te kijken naar deze video. Hoop je liked. Tot de volgende keer. Joejoe.